We nemen vandaag een kijkje in de keuken bij Shani van Kouwen. Gaan jullie mee? Hallo! Wat gaan we maken? We gaan pindasoep maken met rijstballen. En dat is mijn favoriete gerecht geweest in Ghana. Pindasoep met kip en de rijst die vorm je dan eigenlijk om tot balletjes die je zo in de pindasoep kan dopen. En echt lekker met je handen kan eten zoals ze dat in Afrika ook doen. Eind 2010 ben ik naar Ghana gegaan en daar heb ik 6 maanden gewoond, dus tot half 2011. En daar heb ik echt in de traditionele dorpen gewoond en ook gewerkt in een weeshuis en een basisschool. En echt zonder elektriciteit, stromend water, wc, badkamer, dat soort dingen, dat was er allemaal niet. Dus echt back to basics en bij die echte Ghanese gezinnen in huis gewoond. Ondertussen zet ik ook even water op voor de rijst. Zo. Eigenlijk is het een beetje vals spelen, hè? Het is zo'n koeker. Dan zet je helemaal geen water op. Ik las op een gegeven moment nieuwsberichten over wat er allemaal in West-Afrika aan het gebeuren was met ebola. En het verbaasde me eigenlijk dat ik daar in mijn vriendenkring en familie en directe omgeving op het werk zo weinig over hoorde. En het raakte mij zo ontzettend dat ik dacht, ik wil nu iets doen. En ik had een bedrag overgemaakt en toen dacht ik, nou ja, was dit het dan? Mm-hmm. Ik wil zo graag helpen en ik heb nu wel met mijn donatie geholpen, maar ik had nog steeds niet het gevoel dat ik echt wat had gedaan. Dus toen dacht ik eigenlijk, hoe kan ik er nou voor zorgen dat andere mensen hier meer over weten en ook graag een donatie willen doen? Gewoon iets wat eigenlijk iedereen kan en waardoor je dat moment van beleving en bewustzijn van waar je nou eigenlijk mee bezig bent, dat je aan het doneren bent, dat er mensen ziek zijn aan de andere kant van de wereld, dat we ze kunnen helpen, dat je daar een ervaring van maakt. En toen ben ik eigenlijk begonnen met een eerste etentje, waarbij ik vrienden heb uitgenodigd om bij mij te komen eten. En in plaats van een bos bloemen of een doosje bonbons of een flesje wijn, wat mensen dan meebrengen als bedankje voor de leuke avond, vroeg ik ze eigenlijk vooraf om na te denken over een donatie die ze wilden doen voor het goede doel. En toen hadden we aan het einde van de avond een potje op tafel staan en daar heeft iedereen de donatie ingedaan. En toen hadden we toch wel een heel mooi bedrag opgehaald met z'n tienen. Hoe heet jouw organisatie? Het heet Cook It Forward. Cook It Forward. Ja. Make you no cry again. We gaan beginnen met groente bakken in olie met de knoflook. Uitjes bij. De rode paprika erbij. Zo. Ja. Wat handig. Ja, dat is eigenlijk iets wat ik van mijn moeder heb meegekregen. En waarvan ik ook niet begrijp waarom mensen dat nou met messen doen. Want ik knip de kip altijd gewoon zo in blokjes. En dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Wanneer heb je dit gegeten in Afrika? We hebben met kerst, zat ik met meerdere vrijwilligers bij één familie in Ghana. En toen hebben wij voor hen een kip gekocht. Die hebben we mee naar huis genomen in een taxi. En die kip die heeft ongeveer 3-4 dagen nog geleefd, want het was een paar dagen voor de kerst. Nou, die hebben ze een naam gegeven, die hebben ze in een hutje gestopt en die hebben ze heel veel eten gegeven. En na een paar dagen toen moest hij toch echt in de soep. Dus toen zijn ze eerst naar de kerk gegaan, daar hebben ze gebeden voor de kip. Toen kwamen wij eigenlijk thuis, zoals het kerstmaal was gemaakt. En daar zat de kip in. En uit mijn hoofd heette die Mr. Charlie was het, geloof ik. En toen was het, dit is de soep met die kip erin. Toen dacht ik, dit is mijn favoriete Ghanese gerecht. Ja, dat die kip daar dan in zit is een beetje dat je denkt, nou die zag ik vanmorgen nog rondlopen. Maar toen heb ik dit eigenlijk leren eten. Stop, stop. Stop, stop. Make you no cry again. Oh, my mother. Oh, sorry. When I was sleep, my mother go pet me. She go lie me well, well for bed. She come on me floss. Say make you
Neem je een hap.